Ik ben Anneliese, ik ben 44 jaar en ik werk sinds 20 jaar in Brussel als personeelsverantwoordelijke en ik woon in Ganshoren. We zijn hier vandaag in het Larebeekbos. Een hele leuke plek om te vertoeven. En van hieruit gaan we dan naar een andere plek wandelen die ik jullie graag wil laten zien. Ik heb deze plek gekozen om jullie te laten zien, omdat we hier vlakbij het Larebeekbos zijn, waar we juist zijn doorgewandeld. Het is een heel rustige plek en een echt stukje bos, maar eigenlijk in Brussel. En de andere reden waarom we hier staan, is omdat je op deze plek wat hoger bent in de stad. En we kijken hier uit over Brussel. En dat vind ik eigenlijk een heel fijn, lichte plek. Ik kom hier regelmatig, oftewel alleen, als ik aan het lopen ben, maar ook met de kinderen, soms met de fiets en in het bos bijvoorbeeld in de speeltuin. Dus het is een omgeving waar we heel regelmatig zijn. We zijn in de hoofdstad, maar tegelijkertijd ook een beetje een dorp in de stad. Brussel heeft veel leuke kanten en ik woon hier graag omdat we hier zitten in die grote stad, maar toch een beetje het dorp in de stad gevoel. Er zijn regelmatig ook wel ergernissen. Het blijkt voor Brussel heel moeilijk te zijn om een stad ordelijk en wat proper te krijgen of dingen gewoon helemaal af te werken, zoals bijvoorbeeld fietspaden die nooit doorlopen en waar je altijd wel rare toeren moet doen om toch veilig te kunnen blijven fietsen. En dat vind ik wel heel jammer dat dat niet kan.